Wie heeft deze gewelddadige drugsbaas gezien? De politie in binnen- en buitenland probeert hem al jaren te vangen. Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Hij is een van de meest gevreesde criminelen van Europa. Maar wie is hij? En waarom wordt er zo fanatiek op hem gejaagd? Jozef Johannes Leidekkers is begin 30. Hij is geboren op 1 juli 1991, komt uit Prinsenbeek en heeft dus een opvallende bijnaam, Bolle Jos. Ik vind al sowieso trouwens de naam Bolle Jos vervelend, dan ga je iemand snel onderschatten. Hè? En hij heeft een goed organisatorisch talent. Het is iemand die een stormachtige actie kan ontwikkelen als er dingen moeten gebeuren. Uit wat voor nest komt hij? Jos groeide op met zijn vader, moeder en zus. Zijn vader runde een bordeel in Breda, seksclub Reeperbaan. Jos zelf zou tot zijn 14e een brave jongen zijn geweest. Daarna gaat het mis. Op zijn 19e schiet hij 2 broers neer. Dat gebeurde in een café in Scheveningen, na een ruzie om een barkruk. Hij krijgt 6 jaar celstraf. Maar dat is nog maar het begin van zijn criminele cv. Sinds 2022 schittert hij bovenaan de nationale opsporingslijst. En hij staat op de EU Most Wanted-lijst. Maar waarom? Internationale cocaïnehandel. Hij zou tonnen invoeren via de havens van Antwerpen en Rotterdam. De politie krijgt hem in de smiezen nadat ze versleutelde berichtjes onderscheppen. En daarnaast wordt hij verdacht van het witwassen van de centen die hij met die handel verdient. Het zou volgens justitie gaan om tientallen miljoenen euro's en honderden kilo's goud. En de lijst gaat verder. Bolle Jos wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de mysterieuze verdwijning en mogelijke dood van deze vrouw, Naima Jilal. Zij verdween in 2019 nadat ze in Amsterdam een auto instapte. Ze werd de Godmother of Coke genoemd. En misschien is er daarbij ook nog een linkje met een andere, wel heel bekende crimineel. Categorie Tachi, moeten we hem daarin scharen? Of? Maar hij zit misschien wel in die sfeer. Later zijn dan foto's van haar aangetroffen op de telefoon van Tachi, waarbij zij dus met afgesneden vinger en duim op haar buik ligt. En dan de bedreiging van Vert Grapperhaus. Oud-minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wordt al enkele weken zwaar beveiligd. De extra beveiliging kreeg Grapperhaus na een ernstige bedreiging uit de onderwereld. Volgens het parool komt hij uit de hoek van een voortvluchtige crimineel, Bolle Jos Leidekkers. In de jacht op de cocaïnebaas zijn er al verschillende dingen geprobeerd. Zoals het recordbedrag voor een gouden tip, 200.000 euro. Nog nooit zette de Nederlandse politie zo'n hoge beloning in. Een kleine trip naar Dubai dan, want ook de familie van Bolle Jos wordt scherp in de gaten gehouden. In dit luxe complex heeft de familie Leidekkers een appartement. Op de oprit van het appartement stond deze Bentley. De vader van Bolle Jos werd opgepakt in Rotterdam. Hij is inmiddels weer vrijgelaten, maar wordt nog wel vervolgd op verdenking van witwassen. Ook werden woningen en een kantoor van de familie doorzocht. Dat gebeurde in Breda, Prinsenbeek en Rotterdam. Daarbij zijn merktassen, horloges en cashgeld gevonden. Justitie denkt dat die spullen met crimineel geld zijn betaald. De moeder en zus werden opgepakt. Zij worden nog vervolgd voor witwassen, maar zijn in afwachting daarvan op vrije voeten. Het signaal is echt heel duidelijk. Deze familie neemt het er heel breed van. En wij willen ze aanpakken, zeggen politie en justitie. En ze willen ook tips en ze willen ook mensen kennelijk prikkelen met deze hele campagne. Want zo vaak zie je niet bewijzen die worden gedeeld met de buitenwereld. Het kan je 200.000 euro opleveren. Justitie vermoedt dat Bolle Jos in Turkije verblijft. Volgens de politie zijn de ouders en zus in 2022 2 keer naar dat land gereisd, mogelijk om Jos daar te bezoeken. Maar hij zou zich ook zomaar ergens anders kunnen verstoppen. Wil je nou op de hoogte blijven van de klopjacht? Hou dan onze socials, app en website in de gaten.